Een zwaar gewicht moest het zijn. En dat werd het ook. Ivo Opstelten wordt waarnemend burgemeester van Tilburg. Dat werd zojuist bekend op het provinciehuis in Den Bosch. Opstelten was hiervoor burgemeester van Rotterdam. Nou, in het provinciehuis is op dit moment politiek verslaggever Arjo Kraak. Arjo, is het een verrassing? Nou ja, zijn naam werd genoemd. Het is natuurlijk een politiek zwaargewicht, zoals je zei, die ook vrij was. Hij is eind vorig jaar in Rotterdam gestopt. Maar ja, toch tot het laatste moment, we zaten op die persconferentie, wisten we niet wie er binnen zou komen. En uiteindelijk kwam daar dus Ivo Opstelten binnen. De oud-burgemeester van Rotterdam. Daarvoor was hij burgemeester van Utrecht en daar weer voor van Delfzijl. En daarvoor nog van een aantal gemeente. Hij is al 37 jaar is die burgemeester. Staat bekend als een bestuurlijke zwaargewicht inderdaad. Maar ook is hij nog eens een keer handig met mensen. En hij heeft humor. Hij zat er zelf niet op te wachten, zo heeft hij vanmorgen hier ook gezegd. Heeft ook wel geaarzeld van zal ik het wel doen. Hij vond het een moeilijke beslissing, maar uiteindelijk heeft hij het toch gedaan. En ik vroeg hem zojuist of hij het dan gedaan heeft uit een soort plichtsgevoel. Nou ja, een plichtsgevoel. Ik voel het als een uitdaging en ik voel het als een burgerplicht om dat te doen. Dat betekent niet dat ik dat heel afstandelijk ga doen, maar dat betekent wel, ja, ik vind niet als zo'n verzoek naar je toe komt, heel nadrukkelijk dat je daar eigenlijk nee op kan zeggen. Maar je hebt het wel geprobeerd in het begin, hè? Nee zeggen. Nou, ik heb wel gezegd, kijk eens, is dat nou wel echt nodig? Daar zit ik niet direct op te wachten. Alle politieke partijen uit Tilburg waren vanmorgen op het provinciehuis. Hoe zijn de eerste reacties op Opstelten? Ja, zij zijn als eerste ingelicht, daarna dus die persconferentie. En de reacties die zijn overwegend positief. Ze zijn allemaal blij met Opstelten. Ze denken dat hij de juiste man is om dat verziekte politieke klimaat in Tilburg te herstellen. En tot en met de verkiezingen, want dat is de bedoeling, in Tilburg te blijven. Een paar reacties van fractievoorzitters op een rijtje. Zo wordt hij bijna gebracht als een messias, maar dan is hij in ieder geval een interim messias. Maar jullie hebben wel een sterke man nodig kennelijk daar, hè? En daar komt hij. Ja, dat denk ik wel. Ik kan me veel voorstellen bij de gedachtegang van de commissaris. Ik ben er zeer blij mee. En het appel wat op de heer Opstelten is gedaan, dat waardeer ik zeer dat hij dat heeft opgenomen ook als een burgerplicht. En wat heeft hij nou wel wat Ruud Vreeman niet had dan? Nou, ik denk dat Ruud Vreeman ook heel veel heeft en dat ook veel overeenkomsten zijn tussen beide mensen. En om nu gelijk te zeggen wat Vreeman niet zou hebben, wat hij wel heeft, dat zit er wat mij betreft op die manier in. Blijft een pijnlijke affaire natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, daar hebben we ook erg veel last van. En ik vind het ook nog steeds een affaire die niet nodig had hoeven zijn. En dus voor ons nog steeds pijnlijke gevolgen heeft. Wanneer wordt Opstelten beëdigd? Nou, dat gaat heel snel gebeuren. Vanavond om 19:30 is er een bijzondere raadsvergadering. Die is openbaar, daar kan iedereen naartoe. En daar wordt Ivo Opstelten beëdigd als waarnemend burgemeester van Tilburg. Arjo Kraak vanuit het provinciehuis, dankjewel.